Welcome back everybody en welcome terug op het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag een nieuwe gameplay voor jullie op de map Standoff. En ik speelde hier gewoon random solo op PS3, want ik zou eerst Xbox met de UG clan. En toen was er niemand online en toen dacht ik, weet je wat, ik ga PS3, ga ik solo op mijn live Mysterious account een keer weer. Heb ik lang niet meer op gespeeld. Ik speelde hier trouwens met German guys uit Duitsland, ja. We weten natuurlijk, Jong Nederland heeft gisteren van Jong Duitsland gewonnen. Echt geweldig. 3-2, laatste minuut. Leroy Ver, ik heb dat nog bekeken. Echt, ja, super geweldig natuurlijk. Maar hier speelde ik Capture the Flag, Standoff. En ik haal hier een 28 gun streak. Ik haal hier dubbel back-to-back dogs. Dus dat is zeker wel een mooie gameplay, denk ik. Speel rustig aan af en toe. Speel tactisch, speel behoudend. En ik haal uiteindelijk 51 om 3. De eerste paar minuten heb ik eruit geknipt. Ging ik 2 om 2. Is niet zo boeiend om te kijken. Maar ja, voor de rest is het wel, denk ik, wel leuk om te blijven kijken. Wat jullie nog meer van mij kunnen verwachten. Want ik ben bezig geweest vanmiddag met de pool samen te stellen voor... voor het toernooi van Fish. De pools van het toernooi van Fish zijn samengesteld. Zullen morgen ongeveer op rond 3 uur, 3:30 misschien online komen. Ik moet ze zelf nog wel even allemaal erop zetten. Ik weet al wat de pools zijn. Fish weet wat de pools zijn. Voor de rest nog niemand. Al die pools die wij gekozen hebben. Wij hebben het niet echt gekozen. Is random voor ons gekozen, zal ik maar zeggen. En daar bedoel ik mee. Wij hebben met een random programma van internet, van Google en noem het allemaal op, heb ik allemaal gezocht en weet ik het allemaal niet, hebben wij die teams speciaal net zo'n soort UEFA Champions League gehalte, weet je wel, met die balletjes, hebben wij dat zo gedaan en daar is deze uitkomst uitgekomen. We waren net zo lang aan het loten, tenminste lang aan het loten. Eerst waren alle nummers 1 van het team ingelood, toen de nummers 2, dus zo zal ik maar zeggen. Dus je krijgt eerst de pool A, kreeg je er 1, dan de pool B 1, dan de C. Zo voelde iedereen in elke pool 1 in. 1 team in, daarna de tweede en daarna de derde. Natuurlijk zijn er ook mensen die voorrondes moeten, die staan er ook in. En die beginnen 17 juni al. Dus kijk gewoon allemaal wat je moet en wat je wil weten staat op die site. Ik ben het ook een beetje aan het aanpassen, de regels en zo. Ik heb zelf de inlogcode van... Mart Vissers gekregen. Want Mart Vissers is degene die het eigenlijk de site gemaakt heeft. Dus als je die wil bedanken, die wil ik ook hartstikke graag bedanken voor de site te maken. En vorig jaar heb ik heel veel tijd toen ingestoken met sites en maken en noem het allemaal maar op. Een jaar lang niet gedaan heb ik dat. Tenminste, ik wist wel wat van sites, allemaal met die codes, HTML en noem het allemaal maar op. Maar nu was ik er gewoon weer even keer mee begonnen. Want ik zei tegen Mart, kan je misschien mij de inloggegevens geven dat ik er wat aan kan doen? Dat ik wat dingen kan aanpassen en noem het allemaal maar op als ik met Fish bezig ben of weet ik veel wat. Hij gaf mij de inlogcodes, was even weer wennen. Maar het lukte nog steeds, dus ben het niet verleerd met die codes op voor internet, voor websites. Het ging op zich wel lekker. We hebben alle pools ingedeeld. We hebben eigenlijk alles al ingedeeld. Moet alleen nog even mooi op de site komen. Als jullie nog wat vermeldingen hebben ook, laat dan even achter. Er zijn nog een aantal teams zonder teamnaam. Ga even naar bo2toernooi.nl. En dan kan je de tabblad teams aanklikken. Ja, ken je team? Teams staat er. Die klik je aan. Kan je kijken welke teams er allemaal zijn. Als jij je team ziet staan en er staan vraagtekens bij je teamname, laat dan even achter wat je teamnaam is. Ik zal natuurlijk ook nog berichten via de e-mail gaan sturen naar jullie. Waar het allemaal over gaat en hoe het allemaal gaat komen. En als ik nog een bepaald aantal dingen wil weten, noem het allemaal maar op. Maar hou die site goed in de gaten. Er staat ook al zo vast een knockout op. De knockout van 32 teams. Wie tegen wie moet. Dus de winnaar van pool A, de nummer 1, speelt tegen pool nummer 2 uit pool P volgens mij. Dus dat kan je allemaal al gewoon zien. Dus dat is allemaal al geregeld voor jullie om te kijken als je doorgaat tegen wie je wel misschien moet. Dan kan je al een beetje focussen van oké, als we doorgaan moeten we tegen die een van drie teams of van die pool. Of misschien 4, want je hebt mensen die ook nog voorrondes moeten spelen. Die zijn ook gewoon al ingedeeld, die voorronde teams. Staan nog wel aangegeven als winnaar van voorronde of zo staat er. Winnaar voorronde C of zo, weet ik veel, staat er. Maar dat komt allemaal duidelijk op de site staan. Morgenmiddag, waarschijnlijk rond 3 uur, 3:30, zal dat allemaal paraat zijn. Ik probeer het even voor jullie te doen. Misschien doet Mart het, misschien doe ik het. We moeten even kijken hoe we dat gaan doen en hoe we dat gaan oplossen. Maar hier ging ik lekker op een streak. En ik was ook met die gasten aan het praten van Duitsland. Die praten Engels, nagenoeg. Was ik wel blij mee. Kon ik een beetje Engels praten tegen hun. En ze vonden het wel leuk, denk ik, met mij spelen. Ze zeiden GG en wel played en alles tegen mij. En daar waren ze wel blij mee. 8-0 overwinning, capture the flag. Toch
ja, een rustige overwinning. We pakten niet zoveel vlaggen. We hadden misschien wel meer vlaggen kunnen pakken. Ik heb zelf niet zoveel vlaggen gepakt, omdat ik gewoon op een streak zat. Op een 28-streak, geloof ik. En ja, dan is het gewoon lastig om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Of om ja, vlaggen dan te gaan pakken. Want dan weet je precies waar jij bent. En dan is het natuurlijk lastig om ja, eigenlijk voor je streak verder te gaan. Hier zat ik alweer echt flink in een span nog steeds. Ik was een beetje proberen die spans te regelen. Dat ze ja, eigenlijk tussen stoor en tractor inspannen. Daar zit een soort bij de boxes noemen we dat. Daar spannen. Dan pakt mijn steltchoppers allemaal. Dus dat was lekker fijn. Daardoor zette ik hierop. Maar daarna merkte ik dat mijn steltchopper ging draaien. En toen ging ik zelf ook maar draaien. Dat ze een beetje meer bij de gas spannen. Dat ik ook zelf wat gunskills kon maken en zo. En gewoon een beetje rondlopen. Gewoon voor de lol. Want ik weet ongeveer wel waar de spans zijn van Capture the Flag. En dan kan je daar een beetje op anticiperen. Kan je daar een beetje op gek doen en noem het dan maar op. Hier waren ze mijn, ja, mijn steltje proberen eruit te schieten. Dat is natuurlijk wel slim om een steltje eruit te schieten. Maar ga dan gewoon met even met 2-3 man met je clips erop schieten. Ja, steltje er is er echt zo snel uit. Dat is, ja, dat is peanuts eigenlijk. Hierna was het ook, ik zat op een streak. Je zal het ook zien, want ik was echt op een hele hoge streak. Dat een gast gewoon eigenlijk een beetje opgaf en in rondjes zat te draaien. Dat wil ik wel even toegeven. Anders had ik nuclear gehad. Was het ook niet de beste nuclear natuurlijk. Die ik gehaald heb. Maar hier had ik back-to-back doggies. En dat is natuurlijk leuk. Dat je back-to-back doggies op League Play al was 51-3. Dus dan is het zeker lekker. En hier zit ik gewoon een beetje rustig aan te spelen. Om die nuclear te halen. Ik zei het ook tegen die gast. Ik heb bijna nuclear. Ik ga de goede kant op. En ja, dan heb je wel eens een gevoel van, oh, lekker potje League Play. Ik ga lekker, mijn kills gaan lekker. En ik heb het wel een beetje goed in de gaten waar ze een beetje komen, waar ze een beetje spannen. Maar het voornamelijkste is, ik heb zin in het toernooi van Fish. Het is nou over 10 dagen al, over 10 dagen. 10 dagen begint het toernooi, we moeten nog wel wat regelen. Hier heb ik trouwens mijn Brutal, 10 dagen tot het toernooi van Fish. En ja, dan gaat het echt beginnen. Dan gaat het echt toernooi losbarsten. Kijk, hier zie je net, ik heb mijn 26e kill gemaakt en nou gaat iemand helemaal vol in de lucht sprayen. Mijn hondje pakt in de meer. En dat vind ik eigenlijk wel zonde, dat hij dat toen rondjes ging draaien en sprayen en noem maar allemaal op. Een beetje zonde dat het gebeurt, maar het gebeurt nou eenmaal. Hier wist ik eigenlijk wel dat ze bijna altijd gas spannen en dan staat die gast weer rondjes te draaien. Ik denk, nou weet je wat, dan maak ik toch maar die kill om voor mijn nucleair te gaan. Ik denk, ja, ik kan hem ook wel laten staan. Maar nu maak ik de grootste fout. Kijk, hier zie je hem. Ik ga reloaden. Niet helemaal goed. Ik had gewoon even moeten wachten. 28 streak, jammer genoeg. Je ziet er toch de 26, tot de 27 kills was het gewoon normale dingen. 28ste ging iemand allemaal rondjes draaien, noem het allemaal op. Kijk, hier staat hij ook weer rondjes te draaien. Ik denk, gast, kom op, doe even normaal. Ik weet dat je zoveel achter ligt. Ik weet dat je verliest, waarschijnlijk, maar ja, dat is nou niet eenmaal anders zo. Ik wil jullie eigenlijk alweer hartelijk danken voor deze video. Ik hoop dat jullie liken, reageren, alles, noem het allemaal maar op. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Dus ik zeg tegen iedereen die deze video gekeken heeft, abonneer. En ik zeg, see you later, everybody.